We zijn hier met z'n allen, ieder om een eigen reden. Maar vooral voor hen die vielen, 65 jaar geleden. Maar ook onze militairen wereldwijd geven hun leven in soms een ongelijke strijd. Kindsoldaten moeten van hun regering vechten. Maar deze kinderen hebben toch ook hun rechten? Gelukkig leven we in Nederland in een multiculturele samenleving. Al hebben sommigen bij dat woord een heel andere beleving. Kijk eens om u heen bij u in de straat. Wie weet heerst daar ook wel rassenhaat. Ras, kleur, afkomst of geloof is voor velen nog steeds een grote kloof. Waarden en normen, het klinkt zo fijn. Eigenlijk zou het voor een ieder vanzelfsprekend moeten zijn. Leven naast elkaar in blijheid, de eerste stap op weg naar vrijheid wereldwijd.